Er was hiernaast in de gymzaal was een bijeenkomst om die woningen te laten zien. Nou, ik ben zelf adviseur ruimtelijke ordening, dus ja, ik ben heel veel bezig met woningen. En ik vond ze gewoon heel erg tof. Ik was zelf ook naar een woning aan het zoeken voor mezelf. Ik ben alleen. Ja, ik dacht, dit is veel leuker dan een appartementje. Dus toen heb ik me eigenlijk ingeschreven en toen ben ik uitgeloot. In de Assendelftstraat staan de eerste microwoningen van Waalwijk. De woningen zijn erg populair bij starters vanwege de lage huur. Hoewel de huisjes nog niet af zijn, nodigt bewoner Matthijs Snoeren ons uit om alvast een kijkje te nemen. Ja, het heeft voor- en nadelen. Kijk, alles past er in principe in, wat je nodig hebt. Het is genoeg, maar het is ook weer minder schoonmaakwerk natuurlijk. Het nadeel is natuurlijk, je kunt niet heel veel opslaan, maar goed, ja, wat je nodig hebt past erin, dus dat is voldoende. Was er veel belangstelling voor deze woningen? Ja, er was heel veel belangstelling. Er waren 24 kandidaten die geen woning hadden. Dus er was wel heel veel belangstelling, dus ik heb wel geluk gehad. Ja, want het wordt de laatste tijd wel erg moeilijk om als starter een nieuwe woning te vinden. Heb je daar ook last van gehad? Ja, zeker. Het is gewoon lastig. Kijk, als je alleen staat als starter, dan krijg je relatief weinig hypotheek. En dan is het gewoon heel lastig om een woning te zoeken, omdat de waarde van de meeste woningen gewoon te hoog zijn en je dat niet kunt betalen. Het is nog niet klaar binnen. Wanneer denk je dat je er officieel in gaat wonen? Ik verwacht halverwege oktober, maar exacte datum weet ik nog niet. Wat moet er nog veel gedaan worden? De keuken moet nog geplaatst worden. We zijn nu bezig met schilderwerk. Dat hopen we deze week af te krijgen. En dan is het vooral inrichten. Dus meubels en dat soort zaken.